Een kerk is volgens de kerkvader Augustinus het stenen gebouw waarin de kerk haar kinderen verzamelt om aan God eer te bewijzen. De aardse voorafbeelding van de eeuwige tempel van het hemelse Jeruzalem. Het is de hemel op aarde, het huis van God tussen de mensen. Vanzelfsprekend moet het huis van God mooi zijn, mooier dan het mooiste paleis. De Romaanse bouwmeesters kenden nog niet de techniek van de skeletbouw, waarbij een stevige draagconstructie wordt gevuld met licht materiaal, zoals wij dat doen. De muren zijn nog heel dik en de plafonds zijn open of vlak of uitgevoerd als zware tunnel, kruis of koepelgewelven. De vensters zijn klein, omdat grote ramen de muur te veel zouden verzwakken. De muren zijn versierd met rondboogfriezen, lycenen, schalken en galerijen. En overal komt de ronde boog terug en overal zijn basisvormen als bol, kubus, balk en cilinder duidelijk te herkennen.